Van topfit. En ook in een korte dag hoe je het bij je spaart. Om in van deze wedstrijd een echte wedstrijd binnenkomt. Dat is belangrijk voor het prestatiemol. En dat geldt ook voor de nummer 384 die hier binnenloopt. Tijd op dit moment. 36 minuten en 25 seconden. Ja, goede de bloeding, hè, zeg ik. Dat is niet Jacob. En dat is de eerste dame. Met onder andere de vrouw Brieke Jong, tijdens wethouder van de gemeente Almere. Meneer Kees Dekker, de burgemeester van de burgervader van de gemeente De Ronde. Was hij ooit scheidsrechter bij de voetbal? Jij meldt je daar, hè? Ik was hartstikke leuk. Perfect zelfs. Even de spieren weer een beetje blijven trekken. Volgens mij heb ik haar al gezien bij de 8 kilometer. Het zijn er 6, wat, ja. En mevrouw Bliek zal een mannetje wel staan. Ze is dat ook gewend in de gemeente Almere. We wensen elkaar succes. En als u het startschot hoort, mag u vertrekken. Ja. Okay. Zou het aan de andere kant uit? Ik weet niet of meneer Van Bokhoog is er weer. Zeer enthousiast bestuurslid van de evenementencommissie Lelystad. Morgen aanwezig bij de Oldtimerdag. Ja, nee, sorry, niet hij als Oldtimer, maar als organisator van de Oldtimerdag morgen in Lelystad. Bastiaan van Bochhoven, wethouder van de gemeente Lelystad. Een van de enthousiaste bestuursleden daar. De vrouw Brieke de Jong, wethouder van de gemeente Almere. En de heer Spreekwarmer, voorzitter van de Ziekenvereniging. En daar weer. Die doen ook aan prestatie. Meneer William van der Meulen. Alarm, mannelijke collega's, royaal voor. Onmiddellijk Wieringa, die als tweede eindigt. En dit was de spannende finish, William van der Meulen. Want we zitten dan al 5,5 minuten. En jouw artiste voorzitter, meneer Freek Warners. Hij wil zeggen dat deze continent te loop gewonnen is door mevrouw Brieke de Jong. De nummer 2 was meneer Menno Wieringa. En hij is bestuurslid van de evenementencommissie Lelystad. De derde plaats was Jan van Bokhoven, wethouder. Meneer Johan Huy, succes. 16.090 meter. Yeah.
zo. In Aardenburg, we doen nu de naam al eerder. En Remco Grafman, dat is nummer 603, Remco Grafman. Maar ik was al een beetje zenuwachtig door twee anderen. 27, 28. Dat was het. Het vrouwenbeeld. Laatste. Ja. Deze organisatie, die al heel wat tijden bezig is geweest om de zaak voor elkaar te brengen. En de wedstrijden zijn zo goed als ten einde. Wat zijn uw indrukken van vandaag? Ja, dat is heel wat. En dat is heel kort na de wedstrijd, of na het evenement eigenlijk. Misschien moet je een aantal dingen tot je door laten dringen, toch? U zei net al, we zijn een hele tijd bezig. We hebben een jaar lang keihard gewerkt met een groep. En vooral de laatste week werd het natuurlijk heel erg spannend. We hadden de hele organisatie op poten staan. En het enige onzekere was het aantal deelnemers. Nou, dat zijn er in totaal zo'n 245 geworden over alle onderdelen vandaag. Dat is misschien wat aan de magere kant, maar het is een start. Ik heb een hele mooie wedstrijd gezien over 10 Engelse mijlen met een prima winnaar. Iemand uit het Noord-Hollandse, tweede een Amsterdammer, derde onze Remco Grafman. Thank you.